voor heien en karmen die je hebt. Dit is een bouwterrein, althans dat willen we graag. Plan Buitenvaart, waar Schagenbrug hopelijk een 40-tal woningen kan gaan realiseren in de toekomst. Wat is het probleem? De provincie heeft nog steeds hier dit gebied als vogelweidegebied bestemd. Al het buitengebied rondom Schagenbrug is of vogelweidegebied of beschermd landschap. Dus ja, we kunnen eigenlijk geen kant op. Dat betekent dat het dorp doodbloedt. Dat jongeren niet kunnen starten hier en dat ouderen niet kunnen doorstromen, zoals ik bijvoorbeeld. Ik zit ook in een hele grote woning en zou best wat kleiner willen, zodat in mijn woning weer een nieuw gezin kan starten. Veel jongeren willen in het eigen dorp wonen en moeten nu noodgedwongen naar de stad. Ik ben in Harten hier in Schagenbrugge en ik had gewoon heel graag een huis gewoon hier gevonden. Dus ik baal in die zin dat ik naar de stad ben uitgeweken. Dus in principe al mijn sociale dingen, dat is in Schagenbrug. En dan zie je toch ook dat mijn vrienden en eigenlijk iedereen, vooral de jeugd ook, wegtrekt uit hun dorp. De provincie lijkt niet te willen buigen voor de huisvestingproblemen in kleine kernen. Het platteland heeft maatwerk nodig. De situatie is heel anders hier in de Noordkop dan het industriële gebied rondom Amsterdam, Zaandam en dergelijke. En de provincie was niet bereid om hierover met ons in gesprek te gaan. Ik wil ook graag jouw geld of uitnodigen om hier te komen, om hier ter plekke te zien waar we het over hebben. Er moet wat gebeuren. Dit kan niet zo blijven.